Dank u wel, voorzitter. Op 15 maart kregen we een brief van de minister van financiën. De begroting van de Europese Unie was wederom afgekeurd. De begroting voorzag namelijk in een foutenmarge van ongeveer 2,7 procent. En sinds jaar en dag geeft de Nederlandse regering dan geen goedkeuring aan de Europese commissie voor het gevoerde begrotingsbeleid. Dit jaar heeft de Nederlandse regering een jaarverslag gepubliceerd samen met de Rekenkamer, waaruit over de uitgaven een foutenmarge van meer dan 1%, maar over de verplichtingen een foutenmarge van maar liefst 5% geldt. Waarom zou het parlement wel goedkeuring moeten verlenen aan de Nederlandse begroting, terwijl de Europese begroting met een veel kleinere foutenmarge geen decharge krijgt van de Nederlandse regering? Dit is onderdeel van hoe we langzaam wegzakken in onze rechtsstaat. We hebben het gezien bij de belastingdienst die dertien wetten overtrad, waar mensen vermalen werden. We zien het nu bij de rijksbegroting, die nu drie jaar achter elkaar niet goedgekeurd moet worden. Graag wil ik weten hoe de regering dit recht krijgt. En het is geen abstract idee. Ik ga u twee voorbeelden geven, voorzitter. Het eerste voorbeeld is de katshuisregeling. Die werd binnen een dag aangekondigd en daar was niet over nagedacht. Er was geen uitvoeringstoets, er was geen debat in deze Tweede Kamer. Kan het? Geven het aan de juiste mensen? De regeling is gierend vastgelopen. Begrijp ik nu dat het pas in 2026 mensen een integrale beoordeling krijgen? En als dat zo is, is het acceptabel dat een regering valt? Over iets en het deze periode niet eens kan oplossen. Waarom bent u akkoord gegaan met die katshuisregeling op deze manier? Want de Kamer kon er niks van vinden, het geld werd al uitgekeerd. Het tweede is de energiecompensatie, voorzitter. Er zijn drie kolencentrales in Nederland. Eentje van Riverstone, eentje van RWE en eentje van Uniper. Die worden dit jaar gecompenseerd om stilgezet te worden. En dat kost, naar de laatste berichten in het NRC, 1 tot 1,5 miljard. En dat wordt netjes uitbetaald. Er zijn ook 1,1 miljoen huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. En de regering kondigde heel snel een regeling van 200 euro aan in december. Die opgehoogd werd twee dagen voor de verkiezingen naar 800 euro. Maar het wetvoorstel moet hier nog behandeld worden. Het gevolg is dat de gemeentes stilgelegd hebben, omdat ze niet weten wie ze die 800 euro mogen uitbetalen. Waarom heeft het vier maanden geduurd voordat hier een wetvoorstel lag? En wanneer krijgen we een definitie wie het krijgt? Want als je het baseert op het inkomen van dit jaar, dan weten mensen niet of ze het krijgen. Dan moeten ze het misschien net zoals de toeslag terugbetalen. Daar zijn ze doodsbang voor, kan ik u verzekeren. Doe je het op basis van vorig jaar? Dan verlies je de mensen die vorig jaar wel werk hadden en dit jaar misschien wat minder als oproepkracht. En ik geef u mee, als er 1,1 miljoen huishoudens echt in de problemen komen en er waren er al een paar honderdduizend in de problemen, dan is het compenseren van ongeveer 800.000 huishoudens onvoldoende. Is de regering bereid daar verandering in aan te brengen? Tot slot, voorzitter. De uithuisplaatsingen. Het valt niet onder de financiële verantwoording. Het valt onder de morele verantwoording. Mag ik weten hoeveel kinderen nu al een betere omgang met hun ouders hebben naar aanleiding van het gevoerde beleid? Dank u wel, voorzitter.